Tijdens een wedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk op het EK bracht een activist van Greenpeace zichzelf en anderen ernstig in gevaar. Hij wilde met een paraglider landen in een voetbalstadion, maar raakte daarbij een camerakraan en verwondde twee mensen. Dit is lang niet de eerste extreme daad van Greenpeace. Denk maar aan de beschadiging van de 2000 jaar oude Nazca lijnen in Peru. Het unieke werelderfgoed stond vol voetafdrukken van de extremisten na hun actie. Hun activisten die worden nogthans niet vervolgd en hun symbolen die worden allesbehalve verbannen. Waarom? Omdat Greenpeace de agenda dient van de machthebbers, links en globalistisch. En ondertussen worden vreedzame bewegingen die geen vlieg kwaad doen, maar nationalistisch zijn, met alle middelen vervolgd en onderdrukt. Denk maar aan Voorpost, Generation Identitaire en Schild en Vrienden.